Schatke, wat scheelt er? Voelde jij je niet goed? Ja. De wereld. Ja. Hij is om zeep. De lucht, de grond, het water, alles is vervuild. We moeten dringend stoppen met produceren en consumeren en panikeren. Hoe kun je daar nu zo rustig bij blijven? Als we nu echt niks doen, hè, dan hebben onze kinderen geen toekomst meer om van ons kleinkinderen nog maar te zwijgen. Het is echt 5:55. Nee, schatke. Het is 5:56. Hé? Eh? 'S morgens. Kan de redder van de wereld echt niet even wachten? Nee, nee, er is geen tijd te verliezen. Het is nu of nooit. Als we nu onze ogen niet open doen... Dan gebeuren er ongelukken. Vertel nu eens. Wat heb je nu precies gedroomd? Het was verschrikkelijk. De wereld was één groot stort. Overal lag er plastic en blik en andere vuiligheid. Je wist niet waar je voeten eerst moest zetten. Hè? En de lucht was grijs en grauw en het water smerig en stinken. Echt waar, hè? Geloof me, we moeten er echt iets aan gaan doen. Verbeter de wereld. Begin bij jezelf. Hé? Drie verpakkingen voor één wolkje melk. Hm? Het begin van een nieuwe afvalberg. Afvalbergske. Het is goed, het is goed. Ik zal vanaf nu, zoals jij, mijn koffie zwart drinken. Ja, zo drastisch moeten we nu ook niet veranderen. Hè. Koop in het vervolg uw fruitsap in glazen flessen. Met statiegeld. Oh ja, dat verdient er nog aan ook. Statiegeld of niet, glas kan sowieso volledig gerecycleerd worden. Ja, 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 een paar keer, maar op den duur. Nee. Elke keer opnieuw. Allee, deze confituurpot bijvoorbeeld. Die heeft al tientallen levens achter de rug. En elke keer in een nieuwe gedaante. Zijn jij zeker? Heel zeker. En weten de mensen dat? De meeste wel, denk ik. Maar niet helemaal. Ik ga ervoor zorgen dat iedereen dat weet. Iedereen moet weten dat we voor de wereld met minder afval moeten zorgen. Dat we moeten sorteren, recycleren en composteren? Ja, dat ook, ja. Gebruik een schotelvat in plaats van papier. Dus jij gaat de mensen bewust maken. Zij maar zeker. En hoe gaat jij dat aanpakken? Met folders. Schat ook, de mensen krijgen al folders genoeg. Ja, dat is waar, dat is waar. De kalender. We maken een naaktkalender. Een naaktkalender? Ja, dat is tegenwoordig heel populair. Hè. Huh? En wie ga jij daarop zetten? Moi. Ja, het gaat natuurlijk over afval. Ja, dat is geestig, heel geestig, maar niet serieus. Denk je niet dat dat iets kan worden? Hè? Een kalender vol tips over afvalpreventie. En over sorteren, recycleren, composteren. Afgewisseld met blitse foto's, kunstzinnig hier en daar wat onderbelicht. Allemaal foto's van mij. Of van ons. Van u. Oké, maar ik wist wel dat je een goed idee zou vinden. Of met andere, schone, atletische mensen. Hé? Als samen met u. Nog beter. Mensen die samen met mij oproepen tot de wereld met minder afval. De Carrie Kalender. Zou u niet beter eerst aankleden? Aankleden. Goed idee. De Carrie Kalender. Vanaf nu gratis te verkrijgen bij je afval intercommunale of gemeentebestuur. Haal hem vandaag nog.